Bright mocht exclusief twee mensen die hebben gewerkt aan die Nederlandse Google Assistent interviewen. En dat interview, of delen daarvan, zie je in deze video. Hoi, ik ben Marij van Bright en in deze video wil ik je graag uitleggen hoe de Nederlandse Google Assistent Nederlands heeft leren spreken. En we weten dat dat op dit moment nog lang niet altijd perfect gaat. Stuur een appje naar Maarten Reinders. Met wie wil je chatten? Stuur een appje naar Tony van Ringelenstein. Met wie wil je chatten? Voor deze video mocht ik exclusief praten met twee mensen uit het team van Google dat heeft gewerkt aan de Nederlandse Google Assistent. Benjamin Dorvel, hij is verantwoordelijk voor het karakter van de Google Assistent. En met Daan van Es, een Nederlander die de basis over het team dat ervoor zorgt dat de Google Assistent woorden op een juiste manier uitspreekt. En laten we daar gelijk beginnen, bij die uitspraak, bij die stem. Want ja, die stem is er ook niet zomaar natuurlijk. De vrouw, want het is tot nu toe nog een vrouw, die de Google Assistant is, heeft heel veel tekst moeten inspreken. Vertel Daan. Rond de 24 uur opnames. En dat zijn dus echt opnames van audio. Dus niet, hè, er wordt 24 uur opgenomen, maar 24 uur wall time aan audio-opnames. Als je bijvoorbeeld 4 uur op een dag opneemt, heb je niet 4 uur audiomateriaal aan het einde van die 4 uur. Bij die opnames moeten alle klanken voorbij komen die in het Nederlands voorkomen. Dus ook alle manieren waarop wij bijvoorbeeld de letter R uitspreken, moeten daarin zitten. Al die opnames worden gevoed aan een database en die wordt weer door een machine learning algoritme heen geloodst. WaveNet heet dat bij Google. Dus als jij straks met de Google Assistent praat, of nu met de Google Assistent praat, dan hoor je de stem die eerst door dat WaveNet is gegaan, door dat machine learning algoritme. Hier volgen enkele suggesties. Je kunt dingen zeggen als, tel 5 minuten af, of bel Rita thuis. Veeg de opties op het scherm om meer te bekijken. Dit trouwens komt weer niet uit WaveNet, dat is apart opgenomen. Zing een liedje. Ik zing zo graag, dus hoor nu mijn lied. Ik doe mijn best dat jij ervan geniet. Ik hou het kort, want meer kan ik niet. Zo'n digitale assistent is in wezen een computer natuurlijk. Dus die moet je heel duidelijk programmeren. Je moet echt regels opleggen. Wanneer is het regent? Gebruik je het woord regent? En wanneer gebruik je het woord regent bijvoorbeeld? Dat is afhankelijk van de context. Maar dat moet die assistent dus wel weten. En ook over bijvoorbeeld het uitspreken van een stadsnaam zijn best wel wat discussies geweest binnen Google. En ook dat moest worden uitgelegd of geprogrammeerd in de Google Assistant. Ik heb in Leiden gestudeerd. Nou, in Leiden noemen ze het zelf natuurlijk Leien. Zegt de assistent dan Leiden, Leiden of Leien? Nou, in dit geval hebben we gezegd, we gaan voor Leiden. Dat is toch de iets algemenere uitspraak. Leien is dan net niet, zeg maar, algemeen genoeg. Maar Leiden met een N klinkt ook weer zo, ja, formeel. Dat moet wel lekker informeel zijn als product. Het moet gewoon klinken zoals je vrienden en je familie ook zouden spreken. En niet ja, een of ander soort van heel formeel Nederlands dat je zou verwachten. Bijvoorbeeld bij een toespraak of iets dergelijks. Uiteindelijk gaat door al die input heel veel geautomatiseerd. Maar toch moeten er handmatig nog wel eens wat aanpassingen worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het leggen van klemtonen. Is het Rosmalen of is het Rosmalen? Dat soort kleine dingetjes. Maar volgens Google zijn die heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat die Google Assistent natuurgetrouw klinkt. Behalve dat de Google Assistent natuurlijk goed moet kunnen spreken, een goede uitspraak moet hebben, moet hij ook een eigen karakter hebben. Tenminste, dat vinden ze bij Google. En dat karakter verschilt van land tot land. Ik sprak dus met Benjamin Dorvel. Hij is het hoofd Google Assistant Personality. Supercoole functie volgens mij. En hij heeft eerder bijvoorbeeld het karakter voor de Google Assistent in Duitsland bepaald. En hij heeft dat nu dus voor Nederland gedaan. En hij zegt dat er echt verschillen zitten tussen landen. Especially in terms of humor and playfulness and openness. From my impression, it seems like the Dutch assistant's personality is much more effervescent, much more, you know, playful and open. Than the German one might be, which is a little bit more director and reserved. Volgens Benjamin hebben mensen van nature de neiging om overal menselijke dingen in te zien. Dus ook zo'n digitale assistent gaan wij als mens al snel als een klein persoontje zien dat in je huis leeft. En daarom moet het leuk zijn om met die persoon te communiceren. He, je wilt niet dat je Google zou niet willen dat je een hekel krijgt ineens aan een assistent. En als het even kan, ook een beetje grappig over antwoorden op vragen als: wil je met me trouwen? Ja, daar wordt gewoon uren over gebrainstormd met allemaal creatieve schrijvers. Wat voor antwoord daar moet komen? Het moet een antwoord zijn wat mensen laat lachen en
ja, wat mensen niet irriteert. Als je me vraagt of ik je trouw ben, dan is het antwoord absoluut. So if, like you said, you know, come get chillin', come and chill, which is kind of like a pretty conversational thing to say. The assistant would respond, ik ben al hier, nog teken bij, so creepy thing. And what I like about this response is the use of the anglicism creepy. So, you know, we understood that the user has written something like chillin, they're probably also going to know the word creepy. And so for them, this response, it's not just funny, but it also, you know, it also speaks back to them in the same type of register that they spoke to us. We hebben al een aantal grappen laten horen in deze video, maar die worden dus per land specifiek gemaakt. Waarom maakte de schilder een potje van zijn klus? Hij had er lak aan. Waar Google alle data vandaan haalt die het nodig heeft, ja, dat is natuurlijk logisch. Google zit op een enorme berg aan data die de zoekmachine ook gebruikt, bijvoorbeeld in Google Maps ook gebruikt. Plus alle informatie die ze over ons hebben. Dus als je die data verzamelt en die wordt uitgesproken dan door die Nederlandse assistent, ja, dan krijg je de Google Assistent. Ik hoop dat je dit inkijkje leuk vond. Ik heb natuurlijk maar een heel klein stukje laten zien van de interviews die ik heb gedaan. Dus heb je nog vragen, stel ze gerust hieronder en ik probeer ze voor je te beantwoorden. Een duimpje omhoog is heel fijn en abonneren nog fijner, want dan mis je nooit onze video's. Tot de volgende!